Welkom bij aflevering 71 van Moordzaken, de podcast. Vandaag bespreken we de moord op Louis Sewekke. En dat was bij far de belangrijkste gebeurtenis in 2005. En, uh, Misschien dachten jullie dat we op vakantie waren geweest. Nou, we hebben hier behoorlijk hard aan moeten werken, want het is een intrigerende zaak. Er is enorm veel over geschreven. Er is dus ook heel veel over te zeggen. En dat gaan wij proberen, Carrie. Het zou zomaar eens een lange aflevering kunnen worden. Ja, zit je schap. Uh, gaan we eerst terug naar 2005, naar het nieuws van het jaar. In oktober komen elf uitgeprocedeerde asielzoekers om uh, in een brand in een detentiecentrum op Schiphol-Oost. Nou, dat zorgt voor een hele grote ophef in Nederland, ook in de Tweede Kamer. De toenmalige minister Donner en Dekker die, uh, die waren politiek verantwoordelijk en die zijn afgetreden. Net als de burgemeester van Haarlemmermeer. Maar minister Verdonk, hè, van Vreemdelingenzaken, die was niet politiek verantwoordelijk naar haar mening en die trad dus niet af. Nou, dat werd niet in dank afgenomen. Wat er gebeurde waren allemaal spandoeken en posters, anti-verdonk posters. Die, die werden op kraakplanden geplakt en overal met dan teksten met arrestatie, deportatie, crematie. Ik vertel het niet zomaar, want dit komt natuurlijk terug in de zaak. En ook in oktober begint het strafproces in Irak tegen de voormalig dictator Saddam Hussein. De eerste vrouwelijke bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel, op november. De woord bondeskanselarin, dat is al het woord van het jaar 2005 in Duitsland. En op crimegebied gebeurde er ook het nodige. De Amsterdamse crimineel John Mirjamet wordt vermoord, dat gebeurt in Thailand. En ook de Amsterdamse vastgoedhandelaar Kees Houtman. En dat is natuurlijk nog steeds de erfenis Willem Holleder die we hiermee eigenlijk te pakken hebben. Er gebeurde meer op crimegebied, want in september iets daarvoor al. Bekend het Openbaar Ministerie enorme grote fouten te hebben gemaakt. in het onderzoek naar de Schiedamme parkmoord. Ook niet onbelangrijk voor deze zaak. En op sportgebied, ik dacht ik uh, zoek een keer iets origineels. Lionel Messi, we kennen hem wel. Hij heeft uh, ervoor gezorgd dat Argentinië wereldkampioen werd. werd ook in dat jaar al wereldkampioen. En dat was voor het WK Jeugd onder de 21 jaar. Dat speelde zich af in Nederland. De oude Meerdijk in Emmen. en de nieuwe Galgenwaard in Utrecht. En daar werd hij wereldkampioen. Het werd hem overhandigd, de cup, door Willem-Alexander. Leuke beelden van. Ik zal ze delen. Leuk. Ja, we hadden hem gewoon in actie kunnen zien. Dus, toen ja, al. ja, als we dat gezien hadden. Fenomeen. En dan de trivia. Een heel bijzonder verhaal. We gaan het hebben over de domino-mus. Want wat gebeurde er? Op 14 november 2005 werd er een huismus doodgeschoten... die in de Frisian Expo Center... Daar waren ze bezig met de voorbereidingen van Domino Day En de vogel vloog rond. Daar stonden natuurlijk allemaal domino steentjes klaar. En hij gooide er al 26.000 te vroeg om. Er was natuurlijk blinde paniek daar. Hij werd dan ook direct met een bux uit de lucht geschoten. Nou, dat was niet alleen in Nederland nieuws, maar ook in Vlaanderen, de Britse TV, CNN. Het heeft zelfs de kolommen van de New York Times gehaald. En het is zo, deze mus is uiteindelijk opgezet na zijn dood. En je kunt hem nu nog zien in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Dus een beetje reclame voor het museum. Naast de, de duif uh, die ooit uh, door de bal Feyenoord uh, uit de lucht is geschoten. Dat zou zomaar kunnen. Ja. De boeken in 2005. Ja, we lazen allemaal Harry Potter en uh, de Halfbloedprins. Maar... Ik heb hem niet gelezen hoor. Nee? Nou ja. Jij ja, dan. Nou, eigenlijk stiekem ook niet. Maar uh, wat we wel kunnen luisteren en als tip wat ik mee kan geven... is namelijk het uh, luisterboek van de graaf van Monte Cristo. Van het boek van Alexandre Dumas. Ja, en waar kun je dat allemaal luisteren? Op Storytel. En uh, ik had trouwens ook nog een boek. Uh, ik, ik lees niet zoveel, maar dat jaar heb ik wel een boek gelezen, Kari. Ik hoop meer dan één. Maar dat was uh, Joe Speedboat van Tommy Wieringa. Ook nog een tipje. Allemaal op Storytel, zoals gezegd. En nog steeds een mooie aanbieding voor onze luisteraars... Ga naar storytel moordzaken en dan kun je één maand gratis luisteren naar wel 350.000 luisterboeken en e-books. Het wordt er steeds meer, valt me ook op. Ze zijn goed bezig daar bij Storytel. Ze voegen er volgens mij iedere maand weer wat nieuws aan toe. En het aardige van zo'n abonnement is: uh, als je het eenmaal hebt, is het maandelijks opzegbaar en ja, in de vakantie denk ik nog steeds een no-brainer, toch? Lekker om te luisteren. Precies. Ja. Het weer, uh, 15 november 2005. Het was een donkere koele dag zonder zon, maximaal 10 graden en het was een, gewoon een hele bewolkte lucht. Ja, en de muziek. We luisterden naar Madonna Hang Up. Ze is een ongekend fenomeen, maar dat waren twee wereldrecords dat jaar. Ik heb even mijn huiswerk gedaan. Haar album Confessions on the Dance Floor was in 40 landen nummer 1. En deze single was zelfs in 41 landen te beluisteren in de single Parades. naar 15 november 2005. Het is dinsdagavond iets over negen uur in het centrum van Nijmegen, want daar speelt deze zaak zich af. Om drie over negen komen bij de politie meerdere meldingen binnen over een schietpartij op de hoek van de Van Welderenstraat en de Elbrachtstraat. Daar ga je vast alles over vertellen straks. Mensen die hoorden daar twee doffe knallen en twee agenten waren al in de buurt, die waren heel snel op die plek aanwezig. Eén daarvan had zelfs de schoten gehoord toen hij in de buurt rondliep. En ze zien daar op de stoep een man op zijn zij liggen. Nou, deze man was ter plekke overleden aan zijn schotwonden. En de schrik was groot toen een van deze agenten het slachtoffer herkende... als de bekende linkse Nijmeegse activist Louise Vekke. Een hele bekende Nijmegenaar. Zullen we hem straks introduceren? We gaan er zeker nog wat meer over vertellen. Ja, 41 jaar. Uh, Louise Vekke die kwam een paar minuten voor de schietpartij... uit het voormalige Nijmeegse kraakpand De Grote Broek... Dat is een soort uh, huiskamer he, voor de linkse beweging in Nijmegen. Daar ga je ook vast straks meer over zeggen. Het ja, veldwerk was er volop uh, deze Precies. aflevering. Nou, hij was er om acht uur om een vergadering bij te wonen over de brandveiligheid van het pand. Maar ook over het verwijderen door de politie van die omstreden Rita Verdonk-reisbureau-posters. Waar we het net over hadden. Severke zou over dit agendapunt meepraten. En daarna, dus iets voor negen uur, verliet hij tijdens het pand de Grote Broek. Hij liep rond negen uur over de Van Welderenstraat in de richting van de Arksteestraat. En op die hoek van die Elbachstraat wordt Zevekke dus om drie over negen door een man twee keer neergeschoten. Nou, je zal straks vertellen hoe het daar eruit ziet, maar ik kan je nu al Het was niet echt een afgelegen straathoek. Er liepen mensen in de buurt, maar er is niet één getuige die het eerste schot heeft zien afhuren. Best verwonderlijk, kan ik zeggen. Ja. Nou, en pas daarna, na dat eerste schot, zagen ze mannen in elkaar zakken. Ook zagen getuigen dat die man naar Zevekke toe liep en hem van dichterbij nog een tweede keer beschoot... En ook konden getuigen vertellen dat de dader een sporttas bij zich droeg. Na het tweede schot stopte de dader het wapen in zijn sporttas... liep hij rustig richting de Vlaamse gas. Dat is een steegje aan het einde van de Elbrachtstraat. Ja, een enorme shock moet dit geweest zijn. En dat was het ook. Niet alleen in Nijmegen, maar in het hele land. Want, en dat is ook goed om ons even te herinneren... in 2002 was Pim Fortuyn natuurlijk vermoord op het uh, Mediapark in Hilversum. Maar een jaar daarvoor... November 2004 was Theo van Gogh vermoord. Het was alsof je, je leven niet meer veilig was. als je actief was in de politiek of daaraan gelinkt. Daarbij was het ook nog zo: Nijmegen is natuurlijk een stad van ja, krakers, activisten. En heel veel mensen die kenden deze Louise Vecke. Het was gewoon een bekende figuur. Hij had heel veel jongeren geholpen, daklozen. Ja, en gewoon op straat, midden op straat, geschoten. De vraag was ook. Is dit misschien weer een politieke moord? Er werd al geroepen: kwam de kogel nu van rechts? Ja, misschien even iets meer uitweiden over Louise Vekke. Uh, 41 jaar, ik zei net al, geboren in Vendraai. Dus opgegroeid in het zuiden. Nou, hij kwam uit een, een goede familie. Zijn vader was psychiater. Zelf ging hij naar een gymnasium. En hij had best wel een vrije jeugd. Uh, je moet doen wat je vindt en de consequenties daarvan aanvaarden. Dat leerden de ouders en kinderen. Hij had nog een, een broer en een zus. Hij kwam midden jaren tachtig als student naar Nijmegen... maar hij stopte vrij snel met zijn studie en werd actief in de kraakbeweging... en werd dus inderdaad een linkse activist, zoals dat heet. En we hebben het dan over die hele roerige jaren tachtig. Nou, Eddie, wij komen allebei daar natuurlijk ook uit. We stonden midden in de Koude Oorlog. Ronald Reagan stond daar recht tegenover Rusland. Kernraketten in Woensdrecht waar iedereen tegen protesteerde... We hadden natuurlijk apartheid in Zuid-Afrika. Nelson Mandela zat vast. En er bestond nog iets als links en rechts. Nou, dat niet alleen. Je had ook uh, punkers, alto's en kakkers. Tot ja. welke categorie nou, hoorde jij dan eigenlijk? <laughs> ik dacht even kijken voordat uh... Nou, zeg eens eerlijk. Nou ja, ik kon het ligt ook bij je een beetje wonen. Ik kom uit, uh, uit Twente. En ik zat, uh, ik zat op hockey en tennis. Dus als ik dus door het dorp reed met een hockeystick en een tennisracket... dan uh, had je... hey kakker. Ja... Dat was, dat was niet zo moeilijk, maar... Nou, ik denk, ik kom uit Leiden. Ik zat denk ik op school met behoorlijk wat alto's. Want daar zag ik ook regelmatig van die Palestina-sjaals. ja. Dat was, toch, Ararat, toch, ja, was toch een beetje de tijd. Die had ik dus niet. Dus ik vrees toch ook dat ik meer in het hoekje van de kakkers gezien moest worden. Ja, er gebeurde wel wat in die tijd. Hoewel het ook wel een beetje deels langs me heen is gegaan. Omdat ik misschien toch te jong was. Ja, maar we wel in ieder geval wel de rode bolwerken werken. En vooral dus in die steden als Groningen en Nijmegen, Amsterdam. Heel veel krakers, heel veel ontruimingen ook van die panden, soms ook met geweld. En heel veel linksactivisten. Dus dat was wel eigenlijk een beetje de, de tijd van de jaren tachtig. Ja, en dan even specifiek over de rol van Louis. In 1987 werd het Nijmeegse kraakpan Marienburg op gewelddadige wijze ontruimd. En daar speelde hij een rol in. Hij werd gearresteerd daarvoor. Hij werd veroordeeld op grond van een nieuw artikel. Artikel 140, dat betekende lidmaatschap van een criminele organisatie. Nou, dat werd in die tijd nogal breed gedefinieerd. Dus uh, als je een kraker was en je woonde al in de buurt van een paar andere gekken of dwaas of criminelen, dan werd je misschien al zo uh, gezien. Hij is er toen zelfs voor veroordeeld. Hij kreeg negen maanden gevangenisstraf, waarvan hij er uiteindelijk zes moest zitten. Ja, dat werd best wel hard aangepakt die tijd, die, die activisten. Eh, toen hij vrij kwam, ging hij het volgens mij meer over een andere boeg gooien. Hij was eerder uh, op straat actief, maar hij ging zich nu meer uh, richten op juridische ondersteuning. Uh, dus minder actie op straat, vaak op papier in de rechtszaal. Nou, waar zijn vekken heel goed in was, was uh, zich tegen het onrecht uh, inzetten. Dus het onrecht uh, van mensen die eigenlijk uh, te maken hadden met politie. En hij stak heel veel energie dan in het ondersteunen van mensen bij klachten. En bij het opvragen van hun dossiers bij de politie en inlichtingendiensten. En ook zijn familie ziet hem als een heel betrokken persoon. Die zeggen bijvoorbeeld, hij stond 24 uur per dag klaar voor mensen. Hij gaf vadelijk advies. Ja, hij was enorm geliefd eigenlijk. Integer, hij was bevlogen. En ik heb hem ook wel eens horen praten in een bepaalde radio-uitzending die ik terugvond. En ja, hij maakte op mij ook wel die indruk... Hij was ook niet zozeer een leider, hij was meer een, een man die als wijze dorpoudste een, een verbindende rol oppakte. Ja, bescheiden wordt hij ook genoemd. Wel uh, vasthoudend en doortastend. Geen radicaal, maar meer een principieel persoon. En dat is natuurlijk wel een groot verschil. En een bruggebouwer tussen de overheid en, en de kraakbeweging. En waar hield hij zich verder mee bezig? In 1993 richtte hij de werkgroep Steunpunt Informatiedienst Politie Nijmegen op. En wat deden die? Die voerde processen tegen het onnodig bijhouden van dossiers van politiek actieve mensen. En dan was dat vooral wat de Binnenlandse Veiligheidsdienst deed. Althans, zo heette dat nog de BVD. Ondertussen is dat natuurlijk de AIVD geworden. En verder had hij samen met anderen ook het onderzoeksbureau inlichtingen en veiligheidsdiensten opgericht. En hij had er gewoon moeite mee dat inlichtingsdiensten mensen controleerden. En wat gebeurde er dan met die gegevens? En daarnaast had hij ook een actieve rol in het legaliseren van het kraakbond De Grote Broek. En uh, dat was natuurlijk al genoemd. Dat was namelijk waar hij die avond van de moord aanwezig was. Hij schreef ook veel artikelen. Hij was mede-auteur van het boek Operatie Homerus. Dat ging over het spioneren voor de BVD. Ja, en hij schreef uh, regelmatig artikelen voor bureau Jans Jansen. Dat deed dan kritisch onderzoek naar de uh, politie en de IVD. En ook nog medeschrijver van een anoniem boek was hij, De Tragiek van de Geheime Dienst. Ja, dat was best wel bizar. Dat boek dat zorgde voor heel veel ophef. Want wat hij had gedaan, hij had heel veel infiltranten uh, ontmaskerd. En hij heeft dus in dat boek, hebben ze dus alle privégegevens van deze infiltranten, Dus uh, zijn adresgegevens, zijn telefoonnummers, hebben ze allemaal gepubliceerd. Ja, hij was een beetje zijn tijd vooruit. Want tegenwoordig gebeurt dat natuurlijk ook vaak online, naming ja. en shaming. Louis stond dus bekend om zijn strijd tegen de politie en tegen de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Hij was dan ook van mening dat deze overheidsinstanties eigenlijk onnodige dossiers bijhielden van politieke activisten zoals hij zelf. Ja, nou dat begrijp je het al. De geheime dienst daarentegen was een stuk minder gecharmeerd van uh, deze luizende pels. En de dag na de moord, we hebben het dan over 16 november, dan moet burgemeester Guusje ter Horst van Nijmegen, die moet aan de bak... Die, die verzoekt alle burgers tot rust. Die waarschuwt ook voor speculaties over de dader. Je had het er net al over. Eh, want heeft de moord bijvoorbeeld te maken met die anti-verdonk-postactie? Eh, want dat die moord een politieke achtergrond heeft, ja, dat is zeker niet uitgesloten. Ze richten dan ook direct een team grootschalige opsporing eh, op. Het Gelderland Zuidkorps doet dat en dat heet Team Bamboe. Het team bestaat uit wel 31 rechercheurs. En die gaan alle gangen van Louis uh, natrekken. Zijn hele doopzeel wordt gelicht vanaf zijn jeugd tot aan de laatste dag dat hij nog in leven was. En als we het dan hebben over wat er precies op de avond zelf gebeurde... hij had om negen uur die avond een afspraak thuis waar hij eigenlijk vanuit de Grote Broek naartoe zou lopen. Dat was overigens niet zo ver van zijn huis. Hij had zelfs om 2038 nog een sms'je gestuurd na zijn afspraak... dat hij het niet ging redden om negen uur, dat hij ietsje later zou zijn... Maar ja, daar is hij dus nooit aangekomen. Ja, dus die dader heeft hem waarschijnlijk opgewacht. Toen hij het is... pand verlaten had ja. van de grote broek. De politie heeft natuurlijk ook het huis van Louis onderzocht op aanwijzingen. Zijn computers zijn in beslag genomen en het onderzoek richtte zich ook vooral op het e-mailverkeer en het internetgedrag. Ze werden er helaas niet veel wijzer van. Ze zijn ook nog de hele nacht bezig geweest met onderzoek op de plaats delict. Ja, op die plaatsen ligt er worden helemaal geen sporen van de daden gevonden. Dus ze vinden ook geen kledingstukken. Ze vinden geen andere sporen. Ook geen hulsen. Dus je zou denken, hè, geschoten, er moet een huls liggen. Ook niet gevonden. Het forensisch opsporingsteam vindt wel enkele sigarettenpeuken, wat stukjes kauwgom en de mobiele telefoon van zijn vekken. Nou, daar konden ze verder helemaal niets mee. Het is wel duidelijk dat hij door twee schoten om het leven is gekomen. En dus, wat ik net al zei, geen hulsen. Dus waarschijnlijk met een jachtgeweer, kaliber 12. Dat is dan een dubbeloops wapen. Dat jachtgeweer dat is best wel een ding, want het is natuurlijk niet heel handzaam om even mee te nemen of in je tas te stoppen. Dus waarschijnlijk gaat het dan ook om een jachtgeweer met een afgezaagde loop. En wat ook bijzonder is, is de munitie. Dat zijn twee verschillende soorten jachtpatronen. Je hebt een dubbeloops geweer, dus je kan er twee verschillende patronen in stoppen. Dat eerste schot is dan afgevuurd met een ander merk, Brenneke... voor de wapenliefhebbers. Dat schot heeft ze vekken rechts in de rug geraakt. En het tweede schot was geschoten met hage munitie, best wel een grote korrelgrote. En dat schot heeft ze vekken vanaf de voorkant in de borst en in de hals geraakt. En men denkt dat dit tweede schot gelost is toen hij op zijn rug, of in ieder geval half opgericht, op de grond lag. En dan vraag je natuurlijk af, waren er getuigen? Want in de omgeving waren verschillende cafés, kroegen. Uh, er waren ook een aantal personen die hadden vanuit hun huis hadden ze het zicht op de plek waar het schietincident plaatsvond. Nou ja, ik werd natuurlijk heel nieuwsgierig naar die plek en ik ben naar Nijmegen gegaan. Een stad waar ik overigens helemaal niet zo vaak geweest was, kwam ik achter. We hebben het natuurlijk over het Gelderse Nijmegen. En in de geschiedenis blijkt dat dat de oudste stad van Nederland is. En Carrie is wel bekend in uh, Nijmegen, want haar ega. Die komt daar vandaan. Ja, dus ja ik hadden heel veel familie, dus ik kom er regelmatig. Ja. Maar ik ben er dus geweest, uh, wat ik al zei, de oudste stad van Nederland. De tiende stad qua grootte, toch ruim 180.000 inwoners. Ook best wel wat meer dan ik eigenlijk in mijn hoofd had. En ja, dan ben ik maar direct natuurlijk naar de belangrijke plekken gegaan. Om te beginnen het uh, kraakpand De Grote Broek. En het aardige is, ik kwam een, uh, een interview tegen met Louis... Die vertelde dus destijds, en dat is begin 2000, over dat pand. Hij was een van de drijvende krachten achter de Broek. Het heet natuurlijk zo omdat het aan de van Broekhuizenstraat ligt. Ooit heette het de Karel. Het leuke van die reportage is, hij laat heel trots het pand zien, een caféruimte op de benedenverdieping. Dat heette destijds Politiek Café. Hij laat ook zien dat de werken van Willem Oldmanster staan naast het CIA-handboek. Verder allemaal secties. Antifascisme, antiracisme en anti-globaliseringslectuur. Uh, er is ook een kelderbar, dat sprak mij wel aan. De Onderbroek, goede naam. Goeie naam. Regelmatig optredens van bands. Met bijvoorbeeld namen als de vrouwengroep Bepsley uit Sint-Petersburg. Ik ben toch benieuwd naar zo'n Russische band. Maar ook het meer experimentele Kamerorkest uit Oostenrijk. Kortom, er was heel veel te doen destijds in uh, De Grote Broek tegenwoordig, want ik was er natuurlijk, zit er op de begane grond de Klinker, een veganistisch restaurant. Ik kwam een vaste bezoeker tegen, die zei: nog jongens, we hebben niks meer met dat extremisme. We organiseren lezingen, we koken voor vluchtelingen, we springen in de bres voor mensen die het moeilijk hebben. Ik moet zeggen, ik uh, had het niet gedurfd om daar een uh, sticker van onze moordzakenpodcast op de deur te plakken. Ik had hem ook niet bij me. Er zaten wel behoorlijk veel stickers op de deur. Het zit er tegenover een Albert Heijn. Daarnaast zit een café met een terras. Daar heb ik nog even een drankje gedronken. Het is eigenlijk een hele gevarieerde straat waar deze grote broek ligt. En dan hebben we het over centrum Nijmegen. En dan gaan we natuurlijk naar de plek waar het delict heeft plaatsgevonden. Dan komen we. In de omgeving van de Van Welderenstraat, daar werden ook de eerste schoten gehoord. Die straat ligt in het verlengde van die Van Broekhuizenstraat. Daar kwam Louis natuurlijk uit de Grote Broek gelopen. Hij is doodgeschoten op een kruising nog geen twee straten verder. En dan hebben we het over de hoek van de Van Welderenstraat en de Elbrachtstraat. Ik heb er natuurlijk even gekeken hoe dat er nu uitziet. Daar zit een hele fancy uh, -concept Store. Daar kan je je haar laten knippen, kan er ook schoenen kopen. Een, een leuke winkel. Maar daar op de stoep is het dus helaas gebeurd. Het blijkt ook dat de dader, en dan verklap ik al iets, weggelopen is in de richting van de Vlaamse Gas. Ik ben natuurlijk ook even die kant op gelopen. Ik heb de route voor zover bekend is gelopen. Dat steegje, de Vlaamse Gas, en dat is echt een klein steegje, dat zit aan het eind van de Elbrachtstraat. Er zullen ongetwijfeld ook mensen uit Nijmegen naar deze podcast luisteren en die herkennen dat. Ja, dat in een wat minder buurtje, zeker destijds. Want uh, het was een probleemgebied. Er was veel drugshandel, opstootjes op straat. Tegenwoordig, en dan heb ik het over, sinds 2019 is er een hele gebiedsvisie ontwikkeld. Ze willen er een leuke buurt van maken. Er is een hele goede actieve winkeliersvereniging, eigen kwartier. En ik voelde me daar ook al wat beter thuis. Dus ik denk dat het zeker veranderd is. En eigenlijk, het ja. lijkt wel een promopraatje voor Nijmegen. Ik heb het een beetje ontdekt, Carrie. Het, ja, is, een, het is een hartstikke mooie stad. Echt een leuke stad. Ja. Ja, in die tijd, uh, die hoek die je net beschreef waar hij dus vermoord is, da daar is nog heel lang een, een rood vraagteken op de muur gestaan. Hè? Dus van wat is er gebeurd en wie was hier de dader? Nou, er waren heel veel getuigen op die plek. Uh, er waren maar liefst 64 personen op en rond die plaats Ligt aanwezig. Die zijn allemaal door de politie uh, ondervraagd, allemaal getuigenverklaringen zijn opgenomen. Die vertellen allemaal in hoofdlijnen hetzelfde, maar er zijn toch een aantal verschillen. Het komt wel op neer dat de getuigen in het steegje vlakbij... dat ze een man voorbij hebben zien komen lopen met een sporttas. En volgens hun zei die man op het moment dat hij langskwam... dat er verderop werd geschoten, dat ze 112 moesten bellen. En die man die sprak met een niet-Nijmeegs, maar meer met een Limburgs achteraccent. En hoogstwaarschijnlijk was er sprake van één dader. Nou, De TGO-team Bamboe heeft ondertussen van 37 locaties, dat zijn er best wel veel... Hebben ze bewakingsbeelden in beslag genomen? Die beelden die zijn van 15 november tussen 6 uur s avonds en middernacht. Nou, genoeg materiaal denk je dan, maar je voelt het al. Die beelden waren allemaal van matige kwaliteit en niet bruikbaar voor het onderzoek. Ondertussen maken we een klein sprongetje. Op 22 november wordt een herdenkingsdienst voor Louis georganiseerd in de Sint-Stevenskerk. En vervolgens wordt hij ook begraven op de Nijmeegse begraafplaats Daalseweg. En ik heb natuurlijk even gekeken, die begraafplaats bestaat nog steeds. Ooit was er sprake van dat die zou gaan verdwijnen. Maar daar zijn heel veel bekende en prominente Nijmegenaren begraven, zoals bijvoorbeeld de families Vroom en Dreesman. Kennen we natuurlijk nog. Diezelfde avond doet de politie voor de tweede keer een oproep voor meer informatie via het bekende programma Opsporing Verzocht. Want ja, de politie weet nog steeds niet wie de dader is en heeft ook nog steeds geen enkel idee, althans, ze weten niet wat het motief is. En ook een tweede spooronderzoek heeft niks opgeleverd. Moet je nagaan, die camera's waren van slechte kwaliteit. Ze weten het gewoon nog niet. Ja, die sporttas, hè, van die dader waar ik het net over sprak, zijn ze niet eens over de kleuren. Uh, de een zegt blauw en rood, maar de ander zegt uh, het is groen. En dan heeft het bamboe-team ook nog een, uh, een andere tip gekregen. Ze zijn op zoek naar twee inzittenden van een rode Opel Vectra. Nou, die twee die zouden dan belangrijke getuigen kunnen zijn, want die auto stond in de buurt geparkeerd. Nou, het zal laten blijken dat het TGO-team alle ruim 600 eigenaren van zijn Bordeaux-rode Opel Vectra heeft achterhaald. Dus 600 auto's. Geen enkel auto heeft op dat tijdstip geparkeerd gestaan in die van Welderenstraat. Maar het zijn genoeg toch over de tijd en moeite die in dit onderzoek is gestoken. Zeker, want ook opsporing verzocht komt weer met een nieuwe uh, uitzending op 6 december, dat is ondertussen dus 20 dagen na de moord. En zij laten een compositietekening zien van de eventuele dader. Ze hebben op basis van alle getuigenverklaringen hebben ze die tekening geprobeerd te maken. Het leverde wel de nodige verschillen op... ...en uiteindelijk hebben ze besloten om de allereerste compositietekening te publiceren. Dat is eh, eentje die gemaakt was op aanwijzing van de getuige die het dichtst bij de moord stond... ...en het beste zicht had. Lijkt me sowieso eh, verstandig om die te gebruiken. Ja, die tekening die wordt dus verspreid... ...en het gaat om een blanke man met kort gemillimeterd haar... ...tussen de 30 en 35 jaar, 1,80 tot 1,90 meter lang... En een slank postuur en een smal gezicht. En dan de kleding, donkerkleurig, gewatteerd, het model sport- of ski jack. En een spijkerbroek. En dan die al eerder gememoreerde sporttas. Twee kleurig, vermoedelijk blauw en rood. Dat weten ze niet helemaal zeker, die kleur van die tas. En gelukkig krijgen ze er ook tips binnen: 23, maar helaas geen enkele uh, bruikbare tip die leidt naar de dader. Want wie zou die dader kunnen zijn? Louis Sevekke had misschien vijanden. Maar de mensen in zijn omgeving ja, die hebben verklaard dat hij nooit is bedreigd. En als het wel was gebeurd, dan was hij wel naar de politie gestapt om aangifte te doen. Dus wat hebben we dan? Was het een politieke liquidatie? Uh, of is het gebeurd door een linkse activist? Of is het iemand die Sevekke uh, heeft ontmaskerd? Dus iemand van de Binnenlandse Veiligheidsdienst? Uh, welk scenario is het? Nou, Team Bamboe ontwikkelt maar liefst 20 scenario's. En dan kijken ze welk scenario het meest waarschijnlijk is. Nou, enkele scenario's die onderzocht werden, waren onder andere dat hij vermoord zou zijn door een huurmoordenaar. Of iemand die een speciale relatie had met de dag 15 november. Nou, dat, dat vond grappig, ik ver hè? gezocht. Ja, dat vond ik ook ver gezocht. Of een toevallige moord uh, op de verkeerde tijd, de verkeerde plek. Nou, dat lijkt ook niet zo waarschijnlijk. Wordt niet uitgesloten. Maar wat wel waarschijnlijker lijkt, is een ontmaskerde infiltrant van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En wat is dan een infiltrant? Altijd goed om even uit te leggen. Dat zijn bijvoorbeeld politiemensen die naast hun reguliere werkzaamheden ook informatie verzamelen. En die informatie wordt dan doorgespeeld aan de burgemeester of dan bijvoorbeeld aan, aan, aan een binnenlandse veiligheidsdienst, AIVD is dat. Ja, en dat was natuurlijk wel het gebied waar Louis actief op was met zijn eigen PID-organisatie. Die probeerde juist dat boven water te krijgen wat er allemaal werd onderzocht en welke gegevens er allemaal bewaard werden. Ja, en dan komen we bij een informant, dat was Dave, of een infiltrant informant. En die was destijds door Louis ontmaskerd. Hij was meegenomen naar een kelder, en dit is natuurlijk zijn verhaal, in uh, het kraakpand. En daar is hij urenlang verhoord, van s'nachts uh, half één tot negen uur s ochtends... Hij zegt dat aan de andere kant Louis zat met twee andere krakers. Maar er omheen stonden dan nog vier mensen met zwarte bivakmutsen op en ijzeren staven. Dat klinkt vrij bedreigend. Hij kreeg volgens zijn zeggen een felle lamp op zijn hoofd gericht. En moest het hele verhaal opbiechten. Het was volgens hem een vreed spelletje. Het ging urenlang door. Als hij zijn behoefte wilde doen, dan moest het in een emmertje waar iedereen bij was. Deze kerel is natuurlijk tot op het bot vernederd. En. Hij zegt ook zelf dat hij enige tijd met het idee heeft rondgelopen om Louise Vecke te vermoorden. En hij verklaart zelfs dat hij opgelucht was toen hij hoorde dat Louise vermoord was. Nou, je zou toch zeggen, een redelijk verdacht persoon. Het recherche team bekijkt dit natuurlijk en zegt... Ja, het signalement van deze Dave komt niet overeen met het signalement van de dader. En op die manier wordt hij al snel weer afgeserveerd als verdachte. Maar in ieder geval wel een scenario. Dus iemand die inderdaad uit de hoek van de Binnenlandse Veiligheidsdienst afkomstig is... Ja, nou, er is nog een ander mogelijk scenario, is dat Sevek is vermoord door iemand uit de rechtspolitieke kringen. Dus aan de rechterkant, bijvoorbeeld vanuit de extreemrechtse Nederlandse Volksunie. Ja, en ze kijken ook nog naar de mogelijkheid dat hij misschien door iemand uit politiekringen is uh, vermoord. Want dat was natuurlijk wel een beetje waar hij continu mee in de klins lag met uh, de politie. Dus ja, misschien was er uh, wel iemand binnen het korps die genoeg van hem had. Nou, dat was ook echt iemand verdacht. Dat was een van die agenten die dus... Uh, toen de moord gepleegd was, meteen te plekken was. Die is ook echt aan de tand gevoeld door de politie zelf. Louise Vek had het hoe dan ook vaak met de politie aan de stok. De vraag is dan ook of het korps Gelderland-Zuid... die zaak objectief kan onderzoeken. Want inderdaad, als je iemand hebt uit je eigen gelederen... Ja, dan wordt het best wel lastig. Het leidde zelfs tot kamervragen van de partijen GroenLinks en de SP. Kan Gelderland-Zuid het onderzoek wel doen? Zijn ze onafhankelijk genoeg? Nou, daar hebben ze iets op gevonden... Op 30 december stelt de politie een tegenspraakteam in. En dat is dus om de tunnelvisie die eventueel binnen dat bamboeteam zou kunnen ontstaan te voorkomen. En dat is best wel iets vernieuwends. Nou, dat is hartstikke nieuw. Dat is net daarvoor voor de moord in leven geroepen. Dat is namelijk gebeurd aan de hand van de Schiedamme-Parkmoord. En wij zeiden het in de inleiding al. Het was in oktober was dat, dat de politie daar enorme blunders heeft gemaakt. Dus om dit te voorkomen introduceren ze dus in 2007 de tegenspraakteam. En de bedoeling is dan dat deskundigen van een ander politiekorps... in dit geval was het uh, drie deskundigen van de politiekorps Rotterdam... die komen mee, die kijken over de schouder mee naar het onderzoek... en dit doen ze inderdaad om die tunnelvisie te voorkomen. De vraag is of dit voor de familie Sevek voldoende is... want het blijkt niet helemaal te boteren tussen de familie en het tegenspraakteam. Zij willen het liefst nog een onafhankelijke monitor... een vertrouwenspersoon van de familie... Dit wordt uiteindelijk afgewezen door het korps. Ze zeggen de onafhankelijkheid is goed gewaarborgd. Ze zien geen toegevoegde waarde in nog een extra monitor. En ik kan me dat ook wel voorstellen, want als iedereen op elkaars vingers gaat kijken, ja, dan wordt het op een gegeven moment wel heel lastig om dingen te onderzoeken. Plus, dan lekken er natuurlijk ook heel snel dingen uit, want je wil je opsporingsmethode toch geheim houden. En als iedereen meekijkt, is dat lastig. Toch vindt de familie het eigenlijk niet transparant genoeg wat er allemaal gebeurt. En ze besluiten dan ook om een eigen website op te richten, louisevekke.nl. Daar kan iedereen tips achterlaten. Ja, en ondertussen speurt Team Bamboe verder. Ja, Eddie, dit is dus echt een van de meest brede, diepgravende onderzoeken ever. Dus alles werd in detail uitgezocht. Iedereen werd doorgelicht. Heel Nederland kijkt ook mee. De moord op Sevekke was een zeer gevoelige zaak. Zeker ook als je bedenkt wat er die jaren daarvoor was gebeurd. Die derde politieke moord inderdaad, in 4,5 jaar. Ze zijn dan ook blij dat ze op een gegeven moment een verdachte pakken tijdens dit onderzoek. Iemand bekend dat hij de moord heeft gepleegd. Maar helaas, het blijkt een fantastisch te zijn. Hij wilde gewoon graag een nacht in het politiezel doorbrengen. Dat is een goede manier om dat te doen, hè? Ja, Jeet, ik geloof maar dat maar er wel hoe... meer gekjes zijn die ja, dat af en toe doen. Je hoort het vaak, Gestoord ben je dan toch? Ja. Ze hebben nog een verdachte aangehouden, trouwens. Uh, maar dat was iemand die op de avond uh, daar was herkend. Die liep daar uh, vlak in de buurt. Maar deze beide verdachten hebben helemaal niets te maken met de moord op Louise Vekke. Gelukkig zoeken ze verder. En in januari 2006 eist de politie alle logbestanden en IP-adressen op van de bezoekers. van die website die ik net noemde, louiseverke.nl. En ze hopen eigenlijk dat in die bestanden. die 25.000 unieke bezoekers. die die uh, site blijkbaar heeft getrokken, dat ze daar iets in vinden ja, De webmasters van die site, en je snapt natuurlijk wel een beetje de gevoeligheid van persoonsgebonden gegevens. En zeker als je bedenkt in de nagedachtenis aan Louis zelf. Ja, die vinden dat toch niet fijn. Die zou daar zeker niet blij mee geweest zijn vanwege de privacy. Dus ja, dat mogen ze eigenlijk niet doen. Ja, uiteindelijk is volgens mij de rechter pas gekomen. Hebben ze het wel moeten doen? Louise Vekker zou blij zijn in deze tijd, denk ik, met, met al die aangescherpte privacyregels. Het is toch een andere tijd toen waar echt alles op straat lag en, uh, als je het vergelijkt met nu. En de politie gaat verder. Op 21 maart sturen ze een sms-bom naar 3000 mensen. Ze hebben kunnen traceren wie er op die betreffende avond met zijn mobiele telefoon aanwezig was in het centrum van Nijmegen. Uh, iedereen die die sms ontvangt krijgt een vragenlijst invullen. En op die manier proberen ze meer te weten te komen. Ook met het verzoek om naar opsporing verzocht te kijken. Het is natuurlijk een mega-operatie als je dit bedenkt. En ondertussen nog steeds eigenlijk geen goed beeld op wat er gebeurd is. Die sms-bom levert wel 45 tips op. Uh, ondertussen staat er ook een beloning klaar van 25.000 euro voor de gouden tip. Maar nog steeds niet echt iets te weten gekomen. Vervolgens gaan ze weer iets heel vernieuwends doen. Dat is in april 2006. Ze gaan een digitaal decor maken. Dat betekent dat de politie opnames maakt op de plek waar Louis vermoord is. En dat doen ze met allemaal witte en zwarte bordjes. Die hangen ze op. Ze maken er een heel decor van. Ze gebruiken dat als eikpunten voor een laserscanner. En ze doen het met een digitale panoramascanner. En dat doen ze niet voor niks. Ze maken zo'n soort 3D-film van het gebied. En niet veel later, in augustus 2006, gaan ze dan inderdaad een driedimensionale reconstructie maken. Het wordt helemaal afgezet naar het centrum. Ze proberen te achterhalen waar de getuigen precies stonden. Ze hopen ook dat ze nog eigenlijk missende getuigen kunnen vinden. Uh, dit wordt vastgelegd met meerdere camera's. Het is een gigantische operatie. En niemand mag er ook beelden van maken. Er is natuurlijk weer een journalist die dat wel doet. Nou, zijn camera wordt dan bruut afgepakt. Er is ook een ander die klimt over de hekken heen. Die wordt zo nieuwsgierig. Die wordt ook gearresteerd. Dat moet een behoorlijke exercitie geweest zijn daar in het centrum van de stad. Maar ja, wat levert het op? Nou, niet zoveel. Maar ondertussen is de politie ook op zoek naar een persoon die zich uitgeeft voor Edmund Dantes. Hmm, denk je dan, hè? Edmund Dantes, die naam ken ik. Nou, dat kan. Uh, is namelijk de hoofdpersoon uit de roman De Graaf van Monte Cristo. Dus dat boek van Alexander Dumas. En deze Dantes, die was teleurgesteld. Die voelde zich misbruikt hè, in het boek, het verhaal van het boek. Bovendien was hij verraden door zijn beste vriend en hij neemt wraak. Nou, er is nu een anoniem persoon die onder deze schuldnaam tussen juli en oktober 2005 heeft gemaild met het onderzoeksbureau Inlichting en Veiligheidsdiensten van Sevekke. Die man die schreef dat hij overwoog om schoon schip te maken en daarover een gesprek wilde aangaan. Er zijn pakken heen en weer gemeld. De IP-adressen van de man bleken afkomstig uit internetcafés in Nijmegen en Antwerpen. En enkele weken voor die moord zocht hij nog contact. Dus wat doet Team Bamboe? Nou, die is op zoek naar deze zogenaamde Edmund Dantes. Die vraagt zelfs de gegevens op van het Hotmail-account. Waar de mails vandaan komen. Dat is dan Edmund 2005hotmailcom 2005, Dat doen ze dan bij de FBI. Maar de FBI die kan hem ook niet verder helpen. Maar moet je nagaan hoe ver dit dus gaat. Hè? Dit gaat gewoon over de oceaan door naar de FBI. Maar de politie gaat er niet vanuit dat deze Edmund Dantes een, een potentiële verdachte is. Of een kroongetuig is. Maar hij heeft misschien wel meer informatie. Het onderzoeksteam is natuurlijk. Heel hard aan de slag gegaan. Duizenden manuren hebben ze er al ingestoken. Maar om nou te zeggen dat ze echt resultaat hebben... ze hebben eigenlijk nog steeds geen vermoeden wie de dader zou kunnen zijn. En dan zijn we dus bijna een jaar later. Dan wordt dat bamboeteam wordt ingekrompen tot 18 rechercheurs. Het is overigens ook het moment dat de familie nog een hele mooie massale herdenking organiseert. Precies een jaar nadat dat gebeurd was... En ondertussen wordt er druk op losgespeculeerd. Want we weten het nog steeds eigenlijk niet. Nee, je denkt als een moord midden in een stad, dat met, met getuigen eromheen... dat moet snel worden opgelost. Uh, inmiddels zitten we eind januari 2007, 14 maanden na de moord... Hè, die nog altijd niet is opgelost. Inmiddels is het eind januari 2007 en het bekende programma opsporing Verzocht... besteedt aandacht aan twee bankovervallen van ABN Andro in Breda en Leiden. Die overvallen die zijn gepleegd in maart en december 2006... En ze denken dat die zijn gepleegd door uh, één iemand, door dus een alleen opererende dader. En er is een politiekorps uh, Hollands Midden die er al een tijdje onderzoek naar doet. Die hebben een hele mooie codenaam, Vlinder. En eind januari 2007 wordt in de opsporing verzocht dus van beide overvallen videobeelden van beveiligingscamera's getoond. Nou, er is in Biege een echtpaar, dat zit waarschijnlijk op de bank te kijken, kan ik me zo voorstellen. Die man en vrouw, die herkennen op de beelden hun zoon. En die nemen contact op met de politie. Ze melden zich op het bureau die vertellen dat hun zoon. die ze op die beelden dus een bankoverval zien plegen. afwisselend in Nijmegen, Antwerpen en Barcelona woont. En waar hij zich nu precies bevond, dat was niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk in Barcelona. Wel konden die ouders een sleutel geven van een gehuurde opslagbox. van een Surecard in Rotterdam. Nou, Eddie. Dit moet toch echt voor ouders eh, ongelooflijk moeilijk zijn om je zoon aan te geven. Op dat moment hadden ze nog geen enkel idee welke gevolgen dit uiteindelijk zou hebben. Nee, want wat, wat ontdekte de politie? Deze zoon had bij de Shergaard-vestiging in Rotterdam twee boksen gehuurd. Ik kan zelfs even de nummers geven voor de mensen die daar nu een box huren: 3307 en 3308. Het eerder genoemde team Vlinder vindt in die boksen het nodige aan spullen, onder andere een handleiding en vloeistof voor het maken van explosieven. Maar, veel belangrijker, ze vinden daar ook een laptop met erop een dagboek. En in dat dagboek maakt de man duidelijk dat hij behoorde tot de krakersbeweging in Nijmegen. Hier hebben we een linkje. Dat team vindt verder ook nog een rauwkaartboekje en daar zit een brief bij die ook ondertekend is door Louis Sevekke. Dat was voor het team natuurlijk een moment om te denken van wacht eens even... Ze zijn hier bankoverval aan het onderzoeken, maar nu in één keer komt die naam voor. Dus ze nemen contact op met dat team Bamboe in Gelderland. Maar dat team Bamboe gaat heel grondig door deze spullen en vinden in datzelfde dagboek de naam Edmund Dantes. De persoon waar ze de hele tijd naar zochten. Ja, en in die boxen lag ook nog een autobiografie genaamd Het leven van een buitenstaander. En nog een ander autobiografisch uh, boek. De titel was daarvan Bedankt en Tot ziens. Ja, en in die boeken, als je die gaat lezen, daar staan meerdere onthullingen in. Ja, ze onthulden deze man dat hij verschillende bankovervallen had gepleegd. Maar ook brandstichtingen en aanslagen. En nog belangrijker, hij schreef dat hij onterecht werd beschuldigd. dat hij een infiltrant zou zijn. Nou, daar hebben we het al. Wat schreef hij dan letterlijk? Uh, hij had rekeningen te vereffenen en zou er nog een afrekening komen. Ik heb maar 37 jaar lang beheerst. Dat is lang genoeg, denk ik. De rekeningen ga ik vereffenen. En ik begin bovenaan op de lijst met mensen die me zodanig belazen te hebben dat vergeten en vergeven geen optie is. Het zijn nooit loze woorden geweest. Wat ik me voorneem, voer ik altijd uit. Bovenaan staan de mensen uit Nijmegen die me verraden hebben, die me uitgemaakt hebben voor infiltrant. En daarmee hebben ze mijn leven verwoest. In feite hebben ze mij toen vermoord. Het wordt tijd met gelijke munt terug te betalen. Dan de bewoners van de crisis, die me voor 12.000 gulden belazerd hebben. En daarna volgen nog een paar onbelangrijke figuren. En onderweg is iedereen de pineut die me denkt te kunnen beledigen. Nou, deze tekst stond dus geschreven op de achterzijde van een uitdraai van internet van 30 oktober 2005. Dat is twee weken voor de moord. Ja, dan zegt hij ook nog 37 jaar is lang genoeg. Lang genoeg de aardige jongen geweest. De emmer is vol. Degene die de laatste druppel wordt, heeft gewoon vette pech. Die wordt een mooi voorbeeld voor de rest. En dat krijg je nou als je mij belaast of beledigt. En dan weet de rest ook meteen wat ze te wachten staat. Ja, hij schreef dit allemaal in zijn autobiografie, die ze die in de box uh, vinden. En hij heeft het dan over een lijst die hij zou afwerken. maar waarvoor hij op dat moment de wilskracht nog niet heeft. Hij noemt trouwens geen enkele specifieke naam. Dus uh, er staat niet de naam van Louise Vecke uh, letterlijk zwart op wit geschreven. Maar de ondertitel van zijn autobiografie: dat valt het allemaal samen. Het leven is een eenmanskerilla. Nou, Team Bamboe gaat natuurlijk verder met een onderzoek. En het blijkt dat deze man lijkt op het signalement van de schutter. En dat was heel makkelijk te checken, want in die box vinden ze allemaal pasfoto's van deze persoon. Daarnaast is het zo dat de getuigen van die bankovervallen hebben verklaard dat die man spreekt met een Belgisch en Zuid-Nederlands accent. Ook een beetje zacht. Nou, dat zou eventueel ook nog overeen kunnen komen. En daarnaast is het zo. In het boek was te lezen dat hij na de aanslagen per trein reisde. En dat is ook precies wat ze dachten dat op 15 november gebeurde. Ten slotte was het ook nog zo dat hij lid was van de Nijmeegse krakersbeweging. Nou, dat past natuurlijk in de scenario's van de politie. In zijn autobiografie staat dat hij met rancune terugdenkt aan die tijd. Hij wilde rekeningen vereffenen. Hij wilde wraak. Ja, en dan natuurlijk al eerder onderzocht die mails afkomstig van die Edmund Dantes. Dat vinden ze. Wat ja, dat, dat duikt er op in dat dagboek. Ja, dus en ja. die werden ook nog een keer verstuurd van... Uh, die IP-adressen hebben ze gecheckt, hè. Die werden verstuurd vanuit Antwerpen en Nijmegen. Dus op locaties eigenlijk waar deze man vlakbij woonde. Ja, nu is natuurlijk de vraag... Wie is deze man en hoe gaan we deze persoon opsporen? Uh, deze man, het gaat om de 37-jarige Marcel, Marcel T. Die kwam in de jaren negentig de Krakenswereld binnen... volgde een opleiding aan het Hoge laboratoriumonderwijs en hij woonde een tijd lang in dat Nijmeegse kraakpand Crisis. Dat pand Crisis ben ik natuurlijk ook langsgelopen. Dat is de Broerstraat. Destijds zat daar een schoenenwinkel van Dolcis en uh, Men at Work. Ze zijn allebei failliet gegaan. Nu zitten er Nelson schoenen en Wam Dennen. Het bestaat allemaal nog. Het leven gaat gewoon verder. Nou, Marcel die woonde daar dus destijds. Het was meer een stille, teruggetrokken man die niet mee had in zijn woongroep. Uh, hij deed ook niet echt mee aan acties... Je kan hem meer zien als een randfiguur. Iemand met weinig vrienden. Vooral bezig met klussen en fietsen. Maar in de avonduren steelt hij auto's. En daarnaast is hij ook, zonder dat iemand het weet, met hele andere zaken bezig. Hij pleegt namelijk in zijn eentje bomaanslagen. En dat waren de aanslagen in de middenjaren 90. Onder andere in oktober 95. Dat was een bomaanslag op het Arnhemse filiaal van de Credit Lyonnais Bank. Een jaar later pleegt hij een aanslag op de Bank Paribas. En in hetzelfde jaar pleegde hij een hele grote aanslag op het Nederlandse hoofdkantoor van Basf in Arnhem. Je nou, had vroeger die cassettebandjes. Je had TDK je had Bas F. Dat was een, een grote chemiefabriek. En die aanslag was destijds opgeëist door het Earth Liberation Front. Dat was een revolutionaire milieubeweging. Maar uiteindelijk bleek het dus alleen het werk van Marcel te zijn, dus die eenmansguerilla. Het bleek namelijk steeds bij de aanslagen hetzelfde materiaal te gebruiken, en ja. Beetje, beetje grappig bijna. De spullen zaten in een bij de Nijmeegse Zenos gekochte voorraadbus. En het kookwerkertje om de bom tot ontploffing te laten brengen, denk ik dan, was van de HEMA. Ja, en hij had natuurlijk hij had die kennis, want hij deed dus die, die opleiding, die, die laboratoriumopleiding. Nou, de politie die heeft met 25 rechercheurs uitgebreid onderzoek gedaan naar deze aanslagen. Het zogenaamde Bastionteam. Die hebben allemaal activisten uh, ondervraagd, allemaal krakers uit Nijmegen, Arnhem-omgeving. Marcel is in die tijd een keer aangehouden, 1996, maar dat was voor een aantal autodiefstallen. Want niemand vermoedde dat hij verantwoordelijk was voor deze enorme grote bomaanslagen. Ja, en dan komen we bij het jaar 2000, dat conflict wat er dan ontstaat in het kraakpandcrisis, waar Marcel woont. De eigenaar van het pand, Rodamco, die probeert die krakers uit te kopen voor 12.000 gulden per persoon. Dat is een serieus bedrag. Marcel kon dat geld eigenlijk best goed gebruiken. Maar de kraakbeweging, en dan waarschijnlijk onder leiding van Louise Vecke, besloot dat ze zich vanuit politieke idealen niet moesten laten omkopen door het grootkapitaal. Dus daar werd hem eigenlijk die 12.000 gulden door de neus geboord. Niet veel later wordt hij alsnog dat kraakpand uitgezet, wegens een heel ander conflict met die kraken zelf. Uh, ik las iets over allemaal, uh, een student met allemaal katten waar je uh, geen zin in had. En hij zat volgens mij nog eigenlijk tussen hele jonge jongens. Het waren meer pubers die, die het huis ontvluchten en die vervolgens in dat uh, kraakpand gingen zitten. En hij ziet zichzelf ook op beelden van uh, opsporing verzocht, van een bankoverval. In 2001, daarna pleegt hij nog een bankoverval. Hij koopt een busje en hij leidt dus een zwervend bestaan, onder andere in Spanje. Hij raakt steeds verder gedesillusioneerd en teleurgesteld in de mensen. Overal blijft hij een buitenstaander, zegt hij zelf. En daarna verhuist hij naar Antwerpen. Hij gaat wonen tegenover het gerechtsgebouw en ik weet toevallig boven een café. Ja, wat een hele heet, mooie naam. Boven de wet, ja. je kan er iets bij denken. Hij krijgt dan in Antwerpen nog een relatie met een uh, prostituee, Carmen. Daar wordt hij straal verliefd op. En zij beëindigt dan op een gegeven moment de relatie. En Marcel's leven is dan weer opnieuw naar de kloten. En zoals hij dus schreef, werd het tijd voor de grote afrekening. Van hem kon echt iedereen doodvallen, letterlijk. Nou, Marcel die wordt dan op 16 maart 2007, dus 16 maanden na de moord op Louise Vecke... op verzoek van Nederland aangehouden in Barcelona. Hij zit dan in een internetcafé. Hij checkt op dat moment zijn mail. Dat internetcafé dat zit helemaal volgestopt met uh, Spaanse politie. Waarschijnlijk geen enkele normale burger uh, in dat café aanwezig. Ze hebben hem in de gaten gehouden. De eerste keer is hij niet opgepakt. Hebben ze hem nog even laten gaan. Maar bij de tweede keer lukt het wel. Ja, dan na meer dan 60.000 manuren aan politieonderzoek is er eindelijk een aanhouding verricht. Hij wordt dan met een verkorte uitleveringsprocedure via Madrid uh, aan Nederland uitgeleverd. En daar komt hij op 27 maart aan. Nou, hij komt aan op het vliegveld, wordt met 140 kilometer per uur geblinddoekt, uh, meteen naar Nijmegen gebracht. En daar komt hij dus aan op het bureau. En daar hebben ze zich op voorbereid op zijn komst, want ze gaan hem natuurlijk verhoren. En dat hebben ze geoefend een week lang. Hebben rechercheurs rollenspellen gespeeld in een conferentieoord in berg en dal. Ligt onder de rook van Nijmegen. Dat weet ik dan weer. En ze hebben uiteindelijk twee regisseurs als verhoorders gekozen die het beste bij Marcel passen. Ze zijn echt klaargestoomd voor het verhoor, deze twee lieden. En ze hebben het dus tot in de puntjes voorbereid op de manier waarop ze hem moeten benaderen, welke afstand ze moeten bewaren, of ze hem wel of geen hand gaan geven, welke zinsopbouw ze moeten gebruiken en welke onderwerpen ze moeten aansnijden. De verhoorders hadden niet alle details van de zaak te horen gekregen, zodat ze. Ja, niet zeg maar daderkennis konden verklappen. Wat natuurlijk wel eens gebeurt bij verhoren. Hè. We hebben natuurlijk zaken gehad. En, uh, de, de villa moord in Arnhem vind ik daar nog wel het grootste voorbeeld van... over ja, hoe daderkennis gevoed ja, werd. Maar heel veel zaken. een moordzaak, ja. ja. Maar alles uit die tijd denk ik. dat de Schiedammerparkmoord. Ik denk ook, dit was natuurlijk net na die Schiedammerparkmoord. Ze hadden geleerd. Dus ze hebben, ja, ze hebben het roer echt moeten omgooien. En dit, dit verhoor wordt heel vaak als een voorbeeld gebruikt... volgens mij bij de politieacademie en... Ja, nou ook ter plekke, want tijdens het eerste blijken de dertig rechercheurs achter een groot scherm live mee te kijken. Iedereen moest zien hoe dat gebeurde. En zelfs burgemeester Guusje Terhorst Horst mocht meekijken. Maar ja, Marcel, die zit daar. Hij had in uh, Spanje natuurlijk al twee weken in de cel gezeten. In Madrid, hij zat er helemaal doorheen. Ja, die verhoorders moesten dat natuurlijk een beetje aanvoelen. De eerste dag legde hij wel bekentenis af over de moord op Louis... En over de bankovervallen. En ook nog over die uitvoering van die aanslagen die Karin uh, net noemde. Ja, dat, dat is best bijzonder dat hij zo snel bekende, toch? Ja. ja. Knap werk, zou ik zeggen, ja. van die verhoorders. Nou, en hij vertelt wat er werkelijk is gebeurd. Uh, hij vertelt dan in de zomer van 2005, dus een aantal maanden voor die moord op zijn vekken... wordt hij dus voor de zoveelste keer afgewezen. Dit keer dus niet door die linkse activisten, maar dus door zijn nieuwe grote liefde. Dus die prostituee Carmen. Ja, hij besluit inderdaad van... ik ging opnieuw naar de klote, ik had niets meer te verliezen... niets te winnen, alleen nog oude rekeningen te vereffenen. En als je niks meer met jezelf op hebt... heb je dat ook niet met je medemens. Zeker niet met het bepaalde. Dus hij neemt een rigoureus besluit. Op die dag van de moord was Marcel met de trein... vanuit Antwerpen via Tilburg naar Nijmegen gereisd. Hij komt daar rond 6 uur in de avond aan. Hij heeft de boel in Nijmegen verkend. Hij heeft gezocht naar Sevekke. Hij is gewandeld naar de pand De Grote Broek... waar Sevekke waarschijnlijk zou zitten... Hij heeft hem daar ook zien zitten, is wat gaan ronddolen door, door Nijmegen, totdat Seveke naar buiten kwam. Hij is hem gaan volgen en Marcel, ja, die droeg dus inderdaad die sporttas met daarin dat doorgeladen jachtgeweer met afgezaagde loop. Op een hoek heeft hij hem op een afstand, kort afstand in de rug geschoten, gevolgd door een tweede schot, waardoor Seveke neerviel. En hij is dus via de Vlaamse gas naar het station teruggelopen. Ja, hij zegt zelf van als ik hem niet was tegengekomen die avond, dan was het waarschijnlijk niet gebeurd. Onderweg naar het station kwam hij de jongen tegen en heeft hij gezegd: er is iemand neergeschoten, bel de politie. En even verderop, nog een jongen heeft hij nog een keer gezegd: bel de politie. Marcel heeft zich in die steeg nog omgekleed. Hij heeft zijn zwarte jas uitgetrokken en in zijn tas gedaan. En die tas heeft hij vervolgens weer in een plastic tas gedaan van de Mediamarkt. En hij is verder gelopen richting het station. En dan even hoe kwam Marcel aan dat wapen? Nou, in Antwerpen had hij dat gekocht bij de firma Ketmer. Ik heb even gekeken, die is er niet meer. De regels ook in België zijn strenger geworden voor wapenbezit. Hij had vervolgens de kolf en de lopen afgezaagd, want anders zou het niet in die sporttas passen. En na de moord, en dat is belangrijk, heeft hij het wapen en de afgezaagde onderdelen heeft hij op verschillende plaatsen in de Nieuwe Maas gegooid in Nederland en in de Schelde in België. Ja, je zou zeggen, uh, ga daar naar zoeken. Maar de Belgische politie zei, dat is kansloos door de stroming. Daar hoef je niet aan te beginnen. En in de Maas hebben ze volgens mij nog wel gezocht, maar hebben ze helemaal niks gevonden. Dus helaas geen moordwapen gevonden. Nee, maar voor de rest klopt eigenlijk alles wat Marcel aan zijn verhoor vertelt, uh, klopt wel. Behalve een paar opvallende verschillen. Marcel zegt zo dat hij zijn vekken twee keer in de rug had geschoten. We hebben verteld in het begin uh, dat hij één keer in zijn rug is geschoten. Maar de tweede schot kwam toch echt van voren in de borst. Maar in grote lijnen uh, klopt dus eigenlijk alles wat hij heeft gezegd in zijn verhoor. Er is nog wel eigenlijk iets, iets bizar's. Uh, de dag na die persconferentie waarin Marcel is aangehouden, waarin dat bekend is gemaakt, stond op de voorpagina's van de kranten, soms zelfs naast het artikel over die aanhouding van Marcel, een advertentie voor de graaf van Monte Cristo van het Nationaal Toneel. Kun je nagaan, Daar heb je dus aan de ene kant Marcel aangehouden, aan de andere kant die advertentie. Hoe bizar ja soms niks zo onwaarschijnlijk als de werkelijkheid, Kari. Mm. En de broer en zus van Louis, die noemen het ook een dag van grote emoties. Het gaat natuurlijk om de aanhouding. Ze zijn er heel erg blij mee. Het uh, is een bekende uit de krakerswereld dat verbaast ze misschien wel een beetje. Ze denken ook dat Marcel en Louis heel weinig of geen contact met elkaar hadden. Ze zullen elkaar misschien wel eens ontmoet hebben, maar dat was slechts zijdelings. En de vraag blijft natuurlijk: wat is het motief? Waarom is Louis vermoord? Nou, het motief in een van die boeken legt Marcel uit dat hij eenzaam was, hij voelde zich overal buitengesloten en de kraakbeweging die vertrouwde hem niet. Ze dachten dat hij een infiltrant was en dat hij de kraakersbeweging was binnengedrongen. Hij heeft gezegd: Ze hebben ervoor gezorgd dat ik die 12.000 gulden ben misgelopen. Ik heb ze gewaarschuwd, ze moeten niet voor mijn voeten lopen en dat ze problemen met ze zouden krijgen als ze het wel zouden doen. En belofte maakt schuld. Als je waarschuwingen en dreigementen niet laat volgen door daden, word je niet serieus genomen. Dus een van zijn documenten die hij geschreven had, eindigt dan ook met: Vanaf nu worden de rekeningen vereffend en pik ik van niemand iets meer. Duidelijke taal, ja. Dus hij voelde zich volledig verraden, was daarom uit op wraak. En het motief voor de moord zou dus inderdaad wraak kunnen zijn. Nou, Louise Vekken zou Marcel inderdaad van verdacht hebben een infiltrant van de inlichtingendiensten te zijn geweest en zou daarom Marcel weggewerkt hebben uit de Nijmeegse kraakersbeweging. Maar dat schijnt eigenlijk helemaal niet zo te geweest te zijn. Ik bedoel, er is dus nergens een bewijs voor. Vekken en Marcel waren maar zeilings betrokken bij elkaar. Volgens familieleden van Sevekke zat het motief anders in elkaar. Zij zeggen dat Marcel vertrok naar aanleiding van de discussie over het verlaten van de kraakbanden in ruil voor het geld van de eigenaars. Ja, het is, het is toch een motief? Wat eigenlijk, als ik dan denk, is dat hij zich zo verlaten voelde en zo afgewezen voelde. Wat uiteindelijk die emmer deed vollopen, dat er gewoon één iemand de zondebok was. Hij heeft er wel in ieder geval een hele gruwelijke daad voor gepleegd. Als je je dan op die manier tekort gedaan voelt. De volgende stap is dan ook een gang naar de rechtbank. En er vinden de nodige pro forma zittingen plaats eind 2007. Maar in februari 2008 is het zover. Iedereen moet in de rechtbank verschijnen. En wie verdedigt Marcel? Dat is de bekende advocaten Benedicte Fiek uit Amsterdam. Behalve dat Marcel terecht staat voor de moord natuurlijk, staat hij ook nog terecht voor zeven bankovervallen, vier bomaanslagen en nog een poging daartoe. De officier van justitie zegt dat de bekentenis uiteindelijk ook bevestigd wordt in een aantal bewijsmiddelen. Dan gaat het om het jachtgeweer als moordwapen, de twee schoten, de verschillende soorten munitie. Ook nog het lusje naar rechts, de Uilbrachtschacht in voor het schieten, de camerabeelden op het NS-station, het aankoopbewijs van het jachtgeweer en het verblijf in het hotel in Tilburg. Daarnaast natuurlijk nog het e-mailadres en de verstuurde mails onder Edmund Dantes. En. Niet onbelangrijk, al die passages uit zijn autobiografie, waarin hij eigenlijk, en dat zegt hij zelf ook. Hier vertel ik het allemaal. Lees het is een maar goed. Zijn motief eigenlijk. Ja. Ja. ja, maar dat is mooi. Maar er is geen DNA gevonden, er zijn geen vingerafdrukken, er zijn ook geen goede camerabeelden. In feite is er alleen een bekentenis van Marcel. Maar wie zegt dat die bekentenis waar is? Hè? Want wat als Marcel alleen bijvoorbeeld het wapen geleverd zou hebben? Volgens advocaat Fiek zou Marcel zijn bekentenis wel eens kunnen hebben verzonnen. Ik weet niet of hij het heeft gedaan, zegt de advocaat. Waarom er wel een bekentenis? Fiek, die denkt dat hij het mogelijk heeft gedaan, die bekentenis, uit grootspraak of uh, om iemand anders de hand boven het hoofd te houden. Dat zou ook kunnen. Want als zijn bekentenis wel waar zou zijn, dan zijn er een aantal zaken die niet kloppen met de feiten. Dat hadden we al net al genoemd, Marcel zou zijn vekken twee keer in de rug hebben geschoten. Zo beweert hij zelf. Maar zijn vakken is één keer in de rug, één keer in de borst geschoten. Die kleding. Op de camerabeelden op het station komt niet overeen met wat Marcel die avond droeg. Het moordwapen is nooit op die dumplek uh, gevonden. Marcel die zou in zijn dagboek ook niets concreets hebben geschreven over de moord op zijn vekken. Dus ja, bovendien heeft Marcel ook in zijn bekentenis veel dadenkennis kunnen geven... omdat hij dat opgepikt heeft via de media. En het motief voor de moord is wel qua tijd als qua inhoud vergezocht, gezocht. Dus geen direct verband tussen Marcel en de moord. En volgens de verdediging... Past de moord volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum niet bij de persoonlijkheid van Marcel? Want bij geen enkel misdrijf dat Marcel heeft begaan, dus voordat hij deze moord heeft gepleegd, heeft hij mensen pijn gedaan of pijn proberen te doen. Zelfs al die bankovervallen waren allemaal heel, nou je zou bijna zeggen, vredelievend. Ik las ergens dat hij dan daarna zei: Van uh, bedankt en tot ziens. Zo heet ook zijn autobiografie. De advocaat Benedict Fiek ziet de bui echter al hangen. Uh, gelet op de bekentenis, zou u tot een behoorlijke veroordeling kunnen komen, zegt ze tot de rechter. Mocht die veroordeling er komen, dan mag dat in ieder geval geen levenslange zelfstraf worden. Want ook Marcel verdient de tweede kans. Nou, de rechtbank had er al direct een paar uh, opmerkingen erover. Ze zeggen de moord werd na zonsondergang gepleegd en de straatverlichting werkte niet goed. Dus dat verklaart dat mensen het signalement en de kleding en dat soort dingen misschien niet goed gezien hebben. En over het niet vinden van het moordwapen. Dat is dan niet gevonden, maar dat doet natuurlijk geen afbreuk aan de bekentenis die hij zelf heeft gegeven. over het feit waar hij het gedumpt heeft. Ja, misschien is het dan interessanter om te kijken wat deskundigen over me zeggen. die hem onderzocht hebben. Marcel is zeker goed onderzocht. zowel door de Forensisch Psychiatrische Dienst. als ook door het Pieter Baan Centrum. Ze komen alleen met verschillende uitkomsten. Het Forensisch Psychiatrische Dienst die zegt. het ontbreekt Marcel aan voldoende geweten. Zij concluderen dat Marcel aan het syndroom van Asperger leidt. Dat is een vorm van autisme. En hij zou narcistische en antisociale persoonlijkheidstrekken hebben. En om die redenen zeggen ze ook dat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar was uh, voor de moord. En ook voor de bankovervallen. Zij adviseren TBS. Maar dan het advies van het Pieter Baan Centrum. Die hebben hem zeven weken onderzocht. En die komen tot een andere conclusie. Die zien in hem niet zozeer een gewelddadige persoon. Hij heeft ook geen vorm van autisme. Volgens het Pieter Baan Centrum is er wel sprake van ontwijkende persoonlijkheidstoornis met wantrouwende trekken. Dat zou trouwens komen door zijn achtergrond in het Nijmeegse krakersmilieu, tijdgeest. Dat had veel invloed op zijn geestelijke vermogens. Maar hij is volgens het Pieter Baan Centrum volledig toerekeningsvatbaar. Ze kunnen dan ook geen inschatting maken van wat de kans op herhaling zou zijn. En ze onthouden zich daarmee ook van het geven van een TBS-advies. En je zei net, Pieter Baancentrum, die ziet hem niet als een gewelddadige persoon. Best knap. Ja, maar dat, dat zegt dus ook genoeg. Wat, wat we net ook zeiden over die vredelievende bankovervallen. In feite is het dus niet een gewelddadig persoon. vond ik heel opvallend eigenlijk. Als je denkt wat hij heeft gedaan, zijn... zijn uh... Bankovervallen aanslagen, maar hij deed het dus altijd zonder dat de mensen in de buurt waren, dus deze moord op zijn vekken. Dat is het eerste echt wat hij als een, een gewelddadige naar mensen deed. Nou, de rechtbank gaat in ieder geval mee in het oordeel van het Pieter Centrum. Ze zeggen wel dat het een onpeilbare verdachte is, dat er ook rekening gehouden moet worden met recidieven. En ze zeggen ook een terugkeer van Marcel in de maatschappij zou gepaard gaan met een grote kans op herhaling van ernstige misdrijven. Maar uit het onderzoek was dat nou niet weer zozeer gebleken. Dus het is toch bijzonder dat de rechtbank zo kiest voor het Pieter Baan Centrum rapport. En Marcel zelf wilde absoluut geen tbs, iets waar zijn advocaat wel op aanstuurde. Maar wat zegt hij zelf dan in de rechtbank? Nou, hij geeft toe dat hij na die moord spijt en opluchting voelde. Spijt omdat het doodschieten van zijn vekken wel veel te ver was gegaan, maar ook opluchting omdat hij ze toch te pak had genomen. En hij heeft het dan ook over zijn bank overvallen. Dat noemt hij heel mooi zelfbanking. Vind ik een hele goede term. Ik vond het een hele bijzondere Helemaal term. Ja. Hij wilde geen loonslaaf zijn. Hij sluit ook niet uit om onder omstandigheden opnieuw een bankoverval te plegen. en dus weer in de fout te gaan. Hij zegt dan zelfs: ja, dat ligt aan de situatie waarin je terechtkomt. Had hij beter niet kunnen zeggen. Ik vraag me af hoe zijn advocaat Benedict de Viek op dat moment erbij zat. Hij gaat dan ook verder op de vraag waarop hij dan uitgerekend zijn vek had uitgekozen om wraak op te nemen, terwijl uit het dossier bleek dat hij hem nooit had beschuldigd. Ja, daar had Marcel ook niet meteen een antwoord op. Maar de rechtbank die sluit niet uit dat Marcel leed aan paranoïde waandenken. Die had ook een depressieve stemming, volgens de rechter. En nadat hij opnieuw was afgewezen, ditmaal door de Antwerpse prostituee in de zomer van 2005... Maar volgens zijn advocaat Fiek is herhaling totaal uitgesloten... omdat dit zo'n specifieke situatie was. Maar de rechtbank, Eddy, die oordeelt anders. Zeker anders. De rechtbank veroordeelt Marcel tot levenslange gevangenisstraf. Die zegt hij heeft een onpeilbaar karakter... en het kan niet uitgesloten worden dat hij opnieuw een ernstig misdrijf zal begaan. Ze hebben geen relatie kunnen leggen tussen de persoonlijkheidsstoornis... en de door Marcel gepleegde misdrijven... Dus volgens hen is hij volledig toerekeningsvatbaar. en krijgt daarom geen straf opgelegd met TBS, maar levenslang. Nou, dat is wel echt. Ik dat vind komt het denk ik. Man. Ja, en er zijn advocaten die zeggen dan ook: van nou, jij moet in hoger beroep. Fiek zegt ook: ik ben principieel tegen levenslange straffen. behalve als het helemaal niet anders kan. Want ja, levenslange straf is alleen bedoeld voor echt zwaar gestoorde ongeleide projectielen. Dit schreeuwt om een hoge beroep, maar. Ja, bizar genoeg, Marcel, die ziet af van een hoge beroep. En waarom doet hij dat? Nou, hij schat de kans heel laag in dat er een lage straf dan levenslang uitkomt. Zeker gezien de negatieve beeldvorming in de media, zegt hij zelf. Hij zegt, ja, it's trial by media. Ik werd in de media afgeschilderd als verward, als paranoïde, als gestoord. Ik had geen inlevingsvermogen en geen geweten. En bovendien zou ik van plan zijn geweest om nog meer moorden te plegen... Nou ja, ik ben al veroordeeld, nog voor het proces was begonnen. Dus ja, dan heb je geen zin om in een hoger beroep te gaan. Ik heb letterlijk en figuurlijk overal meegewerkt. Ik ben een open boek en al mijn delicten komen direct of indirect voort... uit mijn politieke overtuiging. En daarna spelen andere factoren een rol... die voor mensen met inlevingsvermogen prima invoelbaar zijn. Ja, het is gewoon de zwaarste mogelijke straf in Nederland en Europa. En dat alleen op basis van zijn bekentenis... Had ik niet meegewerkt en niet bekend, dan hadden ze me dus helemaal niet kunnen veroordelen. Want er is verder helemaal geen enkel bewijs. Er is geen DNA, er is geen Oslo-herkenning, er is geen wapen. Er zijn geen camerabeelden, geen vingerafdrukken, geen tapgesprekken, geen gsm-gegevens, eigenlijk helemaal niets, alleen de bekentenis. Hij vond het dus geen eerlijk proces. Hij heeft het zelfs een keer een showproces genoemd. Hij vond de straf veel te hoog. Nou ja, wat vind jij? Ik bedoel, er is iemand die zijn eigen vrouw en bloedeigen kinderen vermoord... omdat ze een Poolse minnares voor de deur staat. We hebben het over de Soetermeerse gezinsmoord. Ja, en dit is een man die gewoon nu alweer uh, op vrije voeten staat ongeveer. En deze man, deze Marcel, zit levenslang. Ik bedoel, als ik dat naast elkaar leg, dan denk ik wel... ja, wat, wat is dan de strafmaat? Ja, je kunt je ook afvragen, waarom heeft hij eigenlijk dan bekend? Want hij had het niet hoeven doen. En dat was de, misschien voor zijn veroordeling wel anders uitgepakt... Hij dacht dus dat hij toch wel veroordeeld zou worden voor de overvallen en de bomaanslagen. En hij dacht eigenlijk dat het bekennen van die moord niet zoveel verschil zou maken voor de strafhoogte. Dat was een vergissing. Ook wist hij niet dat in Nederland levenslange gevangenisstraf daadwerkelijk levenslang betekent. Nou, daar komen we straks nog eventjes op terug. Ja, dat kwam natuurlijk. Hij woonde in Antwerpen. Hij ging uit van die, van die Belgische straf. En daar is levenslang volgens mij twintig jaar. Nou, we weten zelf hoe dat kan zijn. Met Door bijvoorbeeld een paar Na tien jaar in België krijg je altijd nog een soort uh, moment van uh, herbeoordeling. Maar ze had natuurlijk ook juridische bijstand. Maar bij de eerste gesprekken uh, die vonden nog plaats zonder zijn advocaat. En toen had hij al bekend dat kon in die tijd nog. Dat is tegenwoordig niet meer mogelijk, want zelfs bij je eerste verhoor moet een advocaat zijn. Maar dat was toen nog niet gebruikelijk. Ja, genoeg reden om te bekennen, dus meteen. Hij zit dus levenslangs vast. Die derde politieke moord in 4,5 jaar. Het heeft heel veel stof doen opwaaien. Er waren meteen mensen die volgens mij opsprongen. Er waren plannen om een, een, een film te maken. Die waren heel ver gevorderd al. Maar volgens mij kregen ze het niet gefinancierd, want de film heb ik nooit gezien. Ik ook niet. Die, die is ergens een hele grote vriezer gezet. Er uh, was AFT van de Heide, de, de bekende auteur, die wilde heel graag hier een boek over schrijven. Dat had dan de titel de oproodpremie moeten krijgen. Volgens mij is dat boek ook nooit gekomen. Maar er gebeurt toch nog iets heel bijzonders. En dat is vier jaar later, en dan hebben we het over maart 2012. Marcel wil herziening van zijn zaak. Hij heeft de bekende advocaat Theo Hiddema gevraagd. Volgens mij hebben wij hem ook wel eerder de revue laten passeren. Hij heeft gevraagd aan Theo Hiddema of hij zich in de zaak wil verdiepen. En of er mogelijk een herziening kan plaatsvinden. Nou, ik heb daar helemaal niets meer van teruggehoord. Althans, van Theo Hiddema niet meer. Ik denk dat hij er geen hel in zag. Nou, ja, het blijft in ieder geval heel erg stil. Uh, tot 30 juni 2016. En dan hebben we het over negen jaar na zijn aanhouding. Nou, dan gebeurt er echt iets heel bijzonders. Marcel trekt op 30 juni 2016 zijn bekentenis in. Hij zegt: Ja, ik heb Louise Vekken niet vermoord, ik heb de trekken niet overgehaald. En hij zegt: Ik ben er gewoon ingeluist door anderen. Ja, Eddie, dat is heel raar, want mensen die trekken over het algemeen hun bekentenis in, net na een politieverhoor, hè, als het druk van de ketel is. Maar bij Marcel gebeurt dit gewoon negen jaar later. En dat is, zacht gezegd, heel vreemd. Ja, waarom? Ja, waarom? Ja, waarom? Ja. Nou ja, hij had er dan zijn redenen voor. Hij wist sowieso dat hij een hoge straf zou krijgen. En dacht dat die moord niet veel uitmaakte. Daarnaast woonde hij in België. Dus hij dacht misschien dat het beter uitpakte. Maar, en dat vond ik wel bijzonder, hij zegt ook. vrees voor represailles van de werkelijke daders. Ja, ik vind het een hele, een hele inventieve. Een andere reden was de hoop op rust in de gevangenis. Als hij, hij hoopte dus eigenlijk dat hij daar niet voor moord zou zitten. Maar, ja. ja, wel vermoord, want dan werd hij met rust gelaten. Ja, nee. en dan, ben je, dan ben je een zwaar, zwaar persoon. Dan, en dan ben je een zware is. jongen. Ja. Ja, nou, ik vond het ook bijzonder. Ja. En hij had natuurlijk eigenlijk niks meer te winnen of te verliezen. Maar dat had hij natuurlijk ook niet als hij direct in hoger beroep gegaan was na de eerste uitspraak. Dat was natuurlijk logischer geweest aan alle kanten. Het feit dat hij er negen jaar mee gewacht heeft maakt het natuurlijk tot een ja, bijna ridicuul verhaal, zou ik zeggen. Maar dat is nog niet het laatste wat er gebeurt. Want. Hij vraagt het project Gereden Twijfel om onderzoek te gaan doen naar zijn zaak. En dat is in 2018. Hij heeft zijn bekentenis ingetrokken. Hij komt ook nog een keer met een alternatief scenario. En dan hebben we het over het ontvoeringsscenario. Marcel vertelt dat hij in 2005 in een café in Antwerpen ene Mike ontmoette. Nou, dat is een man die zich ook in de Nijmeegse krakersbeweging begaf. En beiden hebben iets tegen Louise Vekke. En deze Mike die stelt Marcel voor om te gaan samenwerken om zijn Vekken te ontvoeren. Even een lesje leren, noemt Mike het. En Marcel die zou dan het wapen en de munitie moeten leveren. Nou, ze spreken af, 15 november in Nijmegen. En Marcel die komt daar en die ontdekt dat er nog anderen in het spel zijn. Hij wacht in de auto, hij zit in de auto en hij houdt een, een portofoon vast. En Marcel die hoort door die portofoon Mike en die anderen. En hij wordt op een gegeven moment twee schoten. Hij besluit dan uit de auto te stappen. Hij vlucht naar het station. Op beeld is hij daar ook echt vastgelegd. En Marcel, die meent nu dat hij er is ingeluisterd. Want hij vermoedt dat deze Mike werkt voor de Nationale Veiligheidsdienst. Dus voor de BVD of de AIVD. En uit angst voor deze uh, speciale agent Mike en zijn vrienden durft Marcel dus niet in hoge beroep te gaan. Het is een heel inventief scenario. En als je dus al deze feiten naast de bewijzen legt, ja, dan kan het helemaal overeenkomen. Alleen, je hebt dan wel de dadenkennis. Hoe zit het dan met die dadenkennis die Marse had over de zaak? Nou, Marse had dus in die auto gezeten met een portefeuille. Dus door die portefeuille kon hij het hele gebeuren volgen. Hij stond in contact met die schutter. En daardoor wist hij ook dat die schutter op de vlucht was en dat hij een aantal mensen had gevraagd om de politie te bellen. Daarnaast was er heel veel bekend via de media. Heel veel data, informatie. En hij omschrijft die Mike dan ook precies zoals het signalement, natuurlijk, wat al bekend was. Dat is dus niet heel indrukwekkend, zou ik zeggen. Maar bedenk voor de rest: ontvoeren is natuurlijk best wel een lastige onderneming. Want waarom zou je iemand mee willen nemen? Dan heb je weer een extra getuige. Marcel heeft daar geen verklaring voor. En waarom zou deze Mike, dus deze Marcel in het complot betrekken? Marcel heeft dan behalve het leveren van het wapen eigenlijk helemaal geen aandeel in dit uitvoeringsplan. En waarom zou Marcel mee moeten luisteren met die portefeuille, wat Karin net zegt? En ja, niemand heeft hem ook als schutter met een portefeuille in zijn hand zien staan. Dat heeft geen enkele getuige gezegd. En het belangrijkste natuurlijk, waarom pas na 13 jaar met dit ontvoeringsscenario komen? Als je alle informatie al uit het strafdossier hebt ingezien, ga je natuurlijk, en hij heeft er in de gevangenis ook de tijd voor gehad, natuurlijk een verhaal aanpassen. Ja, en, en die, daarnaast is deze Mike, He, voor wie Marcel echt een, een minieme globale omschrijving heeft kunnen geven, die is gewoon helemaal niet traceerbaar. Dus... Nou, dat heeft dat project Gereden Twijfel echt nog geprobeerd. Die hebben deze Mike geprobeerd te vinden. Ze zeggen wel, er is geen enkel bewijs te vinden voor dit ontvoeringsscenario. Marcel heeft hem nauwelijks omschreven, niet traceerbaar, misschien nooit bestaan. We kunnen deze theorie, dit alternatieve scenario, niet hard maken. En dan houdt het wel op voor onze grote vriend, rechtspsycholoog Peter van Koppen. Ze hebben er wel een mooi boekje over geschreven. De actievoerder achterna uh, hebben wij ook speciaal daarvoor aangeschaft en gelezen natuurlijk. We weten dat Peter af en toe meeluistert met ons. Nou, wat mij dwarselt, en dat is nergens terug te lezen, is in, in beide scenario's, hè, dus het ontvoeringsscenario wat Marcel beweert, en het, gewoon het scenario dat hij wel de dader is, zou hij het wapen hebben weggegooid. Nou, als dader begrijp ik het, maar als hij niet de schutter was en hij zat inderdaad in die auto en hij is die auto uitgestapt en gevlucht richting het station, hoe en van wie heeft hij dan na die schietpartij het wapen gekregen? En kunnen weggooien. Nou, dat, het maakt het verhaal sowieso natuurlijk al heel ongeloofwaardig aan alle kanten, toch? Dit is, ja. Nou, ja. ja. Maar, en daar was ik nog wel best door verrast. Er komt een echt herzieningsverzoek. Marcel heeft een nieuwe advocaat, meneer John Peters. Die doet namens hem het herzieningsverzoek. Ja, die durft het gewoon aan. Nou, dat had Theo Hidderma niet gedaan, denk nou, ik. Nou, ik ook niet, denk ik. En ja, hij niet. draagt twee Nova aan. He, dat is nodig, maar ja, de vraag is: zijn het echt uh, nova? Het eerste is: het gaat erover het intrekken van die bekentenis. Dat heeft hij overigens ook in een notariële acte vast laten leggen, Marcel. He, hij is naar eigen zeggen op andere wijze betrokken geweest bij de dood. Hij zou niet de dodelijke schoten hebben gelost, maar alleen het wapen en de munitie aan die kennis hebben geleverd, die Mike. En het andere novum is de uitkomst van het boekje, wat ik net noemde. Ja, het zijn niet hele sterke argumenten, zou ik zeggen. Het is dan ook zo dat de Hoge Raad begin 2022 dit herzieningsverzoek van Marcel afwijst. Ze vinden beide punten geen NOVA. Er komt geen nieuwe rechtszaak. En Marcel blijft dus achter de tralies. Ja, dan heb je eigenlijk nog één laatste mogelijkheid. En dat is het vragen om gratie. En dat is. Het verbaast ons, denk ik, allebei, maar dat is recent gebeurd. Heel recent. Ja, 1 juli 2023. Dus, Komt dat uh, naar buiten, in ieder geval? Nou, dat is afgelopen maand. Uh, Komt er buiten dat Marcel inderdaad om gratie heeft gevraagd. Die kranten die koppen dan ook dat hij liefde en intimiteit mist. Hij zegt zelf: Het zijn 16 moeilijke jaren geweest. Niet alleen zonder toekomstperspectief, ook zonder liefde en uh, zonder intimiteit. En hij zegt dat in de gevangenis dat hij een ander mens is geworden. Hij noemt zijn bestaan dan ook uitzichtloos, geestdodend. Hij schrijft af en toe boeken. Nou, Hij probeert dan ook een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Maar ja, Eddie, je maakt gewoon geen kans op gratie, want hij voldoet niet aan die voorwaarden. Nou, ik kwam nog een mooi detail tegen Carrie. Hij heeft zichzelf in de cel leren programmeren voor software. zonder een internetverbinding. Want dat is niet toegestaan in de gevangenis. Dat vond ik wel dat vind ik best knap. Dat vond ik ook best knap. En hij zegt ook, ik maak weinig contact met mijn gedetineerden Of ik heb weinig raakvlakken. Ook nauwelijks contact met de buitenwereld. Volgens mij is dat de bedoeling van een gevangenis. Nou ja, als je gratie aanvraagt, dan hoop je toch wel weer buiten die tralies te komen. Maar je hebt daar voorwaarden die je aan uh, moet voldoen. Je moet namelijk minstens 25 jaar hebben gezeten voordat je in aanmerking komt voor gratie. Hij moet dus nog minimaal 9 jaar zitten... Ja, en daarnaast worden ook natuurlijk nabestaanden gevraagd van, zij jullie het hiermee eens? Niet dat, dat het uiteindelijk... Uh... Dat is niet helemaal leidend, hoor. Nee, en ik heb ook ooit gelezen dat de nabestaanden van Louise Vecke, ik bedoel, verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar dat ze hem niet een levenslange gevangenisstraf uh, gunnen. Maar behalve gratie is er ook nog een andere mogelijkheid om eerder vrij te komen, want ja, tegenwoordig levenslang gestraft te komen na 25 jaar gevangenschap, automatisch een aanmerking voor een nieuwe beoordeling. Nou, dat betekent voor hem in 2032... Ja. Dat is nog even wachten. En het is ook niet onmogelijk. Hè? Er is recent ook iemand gratie verleend uh, van de cafémoord in Delft. Ja, Zes okay. mensen vermoord. Wat denk je van Appie, De supermarktmoordenaar. Het gebeurt steeds meer. Het gebeurt wel. En het is ook niet oneindig tegen te houden. Hij kan met een resocialisatieproces al op enig moment beginnen. Nou, als je dit naast uh, zeg, de moord op Pim Fortuyn legt, uh, het enige. het had... van de Geel loopt eruit. Nou, Vraag. Ja, maar goed. Marcel had natuurlijk wat bomaanslagen en, en iets meer op zijn kerfstok. Maar ik denk als je het naast elkaar legt, ja, dan is die strafmaat toch zwaar? Ja. ja, want meestal moet je of meerdere mensen vermoord hebben. of het moet een zwaar politiek motief geweest zijn. of je moet een enorme barbaar geweest zijn. Nou, we hebben wel de nodige serie moordenaars al besproken. In dit geval zou je kunnen zeggen. Hmm. Interessante zaak, dit. Dit politieonderzoek, inderdaad, na die moord op Luce Vekker. Die, die geldt nog steeds als een van de grootste moordonderzoeken van Nederland. Ja, er werden echt enorme nieuwe opsporingstechnieken ingezet. Hè. Die sms-bom, die 3D-reconstructie van de, de plaats Ligt. En er werd volgens mij als een van de eerste keren een tegenspraakteam... van drie onafhankelijke deskundigen ingezet om die tunnelvisie te voorkomen. 73.000 manuren werden in dit onderzoek gestoken. 3.500 namen kwamen in het dossier voor. En er werden bijna duizend getuigen gehoord. Verder lagen er maar liefst 23 scenario's op tafel hè, met een lijst van... 34 potentiële verdachten. Ik vind het echt opmerkelijk. En, en niet eens de naam van Marshall, die ze nooit in voorgekomen, stond ook niet op de lijst. En toch kon hij uiteindelijk door een beetje geluk worden aangehouden. Nou, een beetje geluk, Carrie. Als zijn ouders zich niet gemeld hadden na die aflevering van Opsporing Verzocht over die bankovervallen, dan weet ik niet of het allemaal zo eenvoudig was uitgekomen. Dus het hangt toch van hele kleine dingen af of een uh, moord uitkomt. Ik had nooit gedacht dat wij zoveel tijd in deze zaak zouden stoppen. tijdens onze vakantie. Dit was, dit was het idee van Eddie. Ja, het was mijn idee. En onze zomerstop houdt nog niet helemaal op. Zie dit als een speciale uitzending. We zijn nog steeds dat, niet op vakantie. Geweest. Nee, dat weten de mensen niet. Maar nu wel. We gaan nog op vakantie. Maar we hopen dat jullie met deze extra lange aflevering. eventjes zonder ons kunnen. Uh, wij missen jullie nu al. Helemaal missen hoeven jullie ons niet. Want jullie kunnen ons altijd volgen op Instagram of Twitter. Moordzaken podcast. Of koop het boek. Dat kan ook. De pindakaasmoord nog steeds te verkrijgen. Ook als e book mocht je al in een ver oord bivakeren. Luister jij graag naar Moordzaken? En wil je Carrie en Eddie ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar d.com Slash moordzaken. En geef daar een digitale fooi. Dus foiepotcom slash moordzaken.